Hallo, dag liefste Ram, welgekomen. Mijn naam is Gail en ik ga vandaag voor jullie een tarotlezing doen met betrekking tot de energieën voor volgende week. Ik begin altijd heel graag mijn lezingen met wat astrologische achtergrond die eventueel wel van belang voor jullie kan zijn tijdens deze week die eraan zit te komen. En daarna ga ik heel graag over naar de lezing zelf. Mijn lezingen, liefste Ram, zijn altijd goed voor zowel Ram in zon als Ram in ascendant. Je kunt ook Ram in maan erbij kijken als derde stuk, zeker nu, omdat ik een lezing zal doen met betrekking tot deze nieuwe maan. Nu, ik heb het al meegegeven. Nieuwe maan. We hebben een nieuwe maan, die was gisteren ingezet, of ik zal zeggen, gisteren was het nieuwe maan in het teken van steenbok. Dus eigenlijk om de 28 dagen gaat de maan rond de zon en hebben we een nieuwe maan. Nu, het teken van steenbok. Steenbok is bij uitstek een sterrenbeeld die houdt van structuur, van planning. Dat is een harde werker. Dat is een sterrenbeeld die vaak vooruit ook gericht is, maar wel met twee voetjes op de grond. Als wij zien astrologisch, dan beheerst Steenbok het tiende huis. Er zijn 12 huizen in de geboortechart. Nu, het tiende huis is het huis van jouw carrière, is het huis van je werk, van je doelen met betrekking tot je carrière of hoe je je uit naar buiten toe. Dus wat wil dit zeggen voor jou tijdens deze week? Want een nieuwe maan voelde altijd ongeveer een zevental tot 10 dagen. Is het bij uitstek een hele goede periode om zaken te ondernemen, om een letterlijke transformatie aan te gaan met betrekking tot jouw nieuwe doelen of tot je gewone doelen in het algemeen, tot jouw passies. Intenties zetten, op een praktische manier implementeren, zijn grote woorden, zijn echt wel woorden dat ik nu graag gebruik tijdens deze nieuwe maan. Nu, ik zal ook zeggen, liefste Ram, het is een nieuwe maan, het is de laatste keer een nieuwe maan samen met de planeet Pluto in het teken van Steenbok, die samengaat met 20 graden met de zon ook nog eens. Dus het is een beladen maand, het is een hele speciale nieuwe maan. Ook omdat hij in het begin van het jaar is, ook omdat hij, zoals ik zei, de laatste keer met Pluto samenkomt, samen met de zon. Wat wil dit zeggen? Als jij nu zaken implementeert met doelen voor het ganse jaar, zaken die jij wenst te veranderen, zaken die jij in je leven wenst aan te trekken, zaken die jij wenst te visualiseren, dat kan op gelijk welk vlak zijn. Als jij nu dat zaadje plant, dan ben jij gezet voor de volgende 12 maanden, bij wijze van spreken. Dus vandaar dat het een zeer belangrijke nieuwe maan is. Ik sprak net over het woordje visualiseren. Ik denk met deze nieuwe maan, als wij intenties zetten, dat echt een heel goede manier is om intenties te zetten, om al te visualiseren waar dat jij zal staan binnen 12 maanden, bijvoorbeeld. Ik doe dat zelf persoonlijk ook. Ik voel die energieën aan. Wat ik wil bereiken in mijn leven, voel ik al aan alsof ik erin zit. Of hoe dit er zal, of hoe ik mij zal voelen als dit bepaald punt in mijn leven bereikt is. Dus dat bedoel ik dan met visualiseren. Ik heb ook opgeschreven dat een periode is om meer discipline aan te brengen. Kijk, Steenbok, de heersende planeet van Steenbok, is Saturnus. En Saturnus houdt van structuur. Ik zie dat persoonlijk altijd als een vierkant. Heel gestructureerd, ook de basis bijvoorbeeld van een huis. Op structuur kan je bouwen. Dus eigenlijk vraagt die een nieuwe maan, als je bepaalde nieuwe doelen in jouw leven wenst aan te trekken, dat je dat op een pragmatische en gestructureerde manier doet. Nu, ik zie ook dat Mars komt ook in het teken van Steenbok te staan. En Mars is de planeet van actie. Dus door eigenlijk terug die cluster van planeten allemaal in dat tiende huis. Dat zal voor elk teken anders zijn in welk huis. Maar je zal wel voelen dat Mars jou nog meer energie geeft om actie te ondernemen. Dus je zult echt die energie voelen en gedreven zijn om iets te veranderen in jouw leven waar dat jij passie voor hebt. Steenbok vraagt ook wel aan de andere kant om even wat introspectie aan te brengen, zodanig dat je als het ware de beste versie van jezelf naar voren kunt zetten of de beste versie van jezelf kunt worden. Ik was nog aan het kijken wat ik er nog bij gezet had.
Een goede periode ook, liefste Ram, om even uit jouw comfortzone ook te stappen. En dan met betrekking om succesvol te zijn. Als wij bepaalde zaken wensen veranderen in ons leven, of als wij nieuwe doelen zetten, dan kan het wel zijn dat we even uit onze comfortzone van alle dagen gaan. En dat kan dan ook bepaalde angsten gaan triggeren in ons. Dus ik zou zeggen, bekijk die angsten echt wel recht aan. Stop je daar niet van weg. Dus probeer wel af en toe een keer uit jouw comfortzone te gaan. Dit zal jouw energie ten eerste vernieuwen en zal jouw doelen ook heroriënteren. Deze nieuwe maan sluit eigenlijk een beetje aan als een bepaalde, ik zal maar zeggen, cyclus van jou, bepaalde zijn van jou, één cyclus achter te laten, waardoor dat er een nieuwe cyclus kan terug herbeginnen. Astrologisch gezien zien wij deze nieuwe maan als een heel groot nieuw startpunt. Zeker ook omdat Pluto vanaf de 20e januari overgaat in het teken van Aquarius. De voorbije 24 jaar heeft hij het teken dus nu van Steenbok gestaan. Dus al hetgeen dat jij tegengekomen hebt, ik zal maar zeggen vanaf 2008 tot nu, jij zal veranderd worden. Dus het is echt die cyclus van jou die afsluit en een nieuwe jij staat op. Dus daarmee dat het zo belangrijk is om bepaalde nieuwe doelen te gaan implementeren of toch dat zaadje al te planten. Zodanig dat je daar op een structurele manier, praktische manier, verder kunt aanwerken. Dus ik had hier nogmaals opgeschreven, probeer meer structuur in je zaken met betrekking tot bepaalde zaken of je zaken, je werk, gelijk wat. Meer structuur in te plannen. Wel stap per stap. Dus als jij een groot beeld voor jou hebt, probeer dat eventueel per maand of per 3 maanden, per kwartaal, probeer structuren aan te brengen. Door dat eventueel op te schrijven. Het zijn ook mensen die graag een moodboard maken, dat kan ook. Ik ben iemand die graag opschrijft bijvoorbeeld. En dan zet ik de stappen op wat ik moet doen, want niet alle dagen kunnen we ons met van alles bezighouden. We hebben zoveel in ons leven. Dus ik zet structureel bijvoorbeeld voor mezelf op, wat ga ik deze maand voor mezelf doen, waar ik verder wil in geraken. Zodanig dat je heel mooi compartimenten kunt maken om dan een volledig jaar gestructureerd bezig te zijn naar je doel waar je wenst te gaan. Eén iets nog, wij zien ook dat Saturnus in het teken van vis komt. Dat is gewoon algemeen dat ik dat nog ga meegeven, dus kan zijn dat... Dus alle tekenen hebben ook invloed op ons lichaam. Saturnus in vis toont aan dat er algemeen wel een vermindering van immuniteit kan zijn. Dus let op dat je genoeg rust neemt tijdens deze periode ook voor jezelf, hè, liefste Ram. Nu, met betrekking tot jou, Ram, ik heb gezien dat deze nieuwe maan in jouw 10e huis ook komt. Dus dat is jouw huis van carrière, van jouw reputatie, van jouw lange termijn ambitie. Dus voor jou zal het heel belangrijk zijn om jouw intenties te zetten op je werk, goede wens gezien te worden. Wil jij iets veranderen in je werk, dan is dat nu een heel goede periode om dat zaadje te planten. Veranderen in je werk met betrekking tot je huidige job, of wens je een andere job, of wens je een tweede job bij, of algemeen wens je je job op een andere manier in te vullen. Ik denk ook dat een periode is waarmee je meer erkenning zou kunnen krijgen op jouw werk. Mars staat ook in jouw 10e huis. Dus je zult echt wel gedreven zijn en mensen zullen jou meer en meer beginnen herkennen en letterlijk zien ook. Dus ik had aangegeven, kan eventueel een verandering van job aangeven als je dit wenst. Het kan ook zijn bepaalde mensen die nu ook op pensioen gaan. Als dit zo is, een heel goede periode. Dus dat is actiegericht. Het gaat gewoon verandering van job, brengt dit teweeg. Het kan ook zijn, liefste Ram, dat jij iets aan het leren bent, achter de schermen dan eerder. Het zal niet gezien zijn voor iedereen. En dat kan bijvoorbeeld tot een volgende niveau geraken, bijvoorbeeld op je werkbasis, in je carrière. Wil je nog iets extra gaan leren, wil je die volgende cursus doen, dan is dat nu een heel goed moment om daar met betrekking tot actie te ondernemen. Ja. Dat is zowel een beetje alles wat ik wou vertellen tegen jullie met betrekking tot astrologische achtergronden. Het is wel heel wat, maar een hele leuke en belangrijke periode. Zeker voor jou, liefste Ram. Hè.
Goed, we gaan eraan beginnen. Misschien iets korts over mijzelf. Ik ben tweetalig. Ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. Dus mijn lezingen zijn in het Vlaams, maar ik connecteer ook wel in het Engels. Dus je zult mij Engels horen spreken. Maar geen paniek, ik zal alles direct vertalen voor jullie. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Buiten één deck hier nu die voor mij ligt niet. Maar indien nodig zal ik ook deze kaarten direct vertalen voor jullie. Ik begin mijn lezingen altijd heel graag met wat orakelkaarten. Die leggen altijd heel mooi de basis. En daarna ga ik over naar de tarotkaarten zelf. Goed, we gaan erin springen. Here we go. Show me what we need to know, please. For the next week. For Aries, thank you. Anything else? Nothing else for Aries. For next week, anything they need to know? Thank you. Oké. Ik heb twee kaarten uit het kompasdek. Ik heb Rescue en ik heb Talisman. Die Rescue staat eigenlijk, zal hem eens tonen. Het staat eigenlijk ook wel voor als jij wil beroep doen op andere mensen, dat jij niet alleen bent, liefste Ram. Dus heb jij jouw doelen op iets gezet? Wil je iets nieuws leren? Wees niet bang om hulp te vragen aan derden. Wees niet bang om hulp te vragen aan je familie. Wees niet bang om hulp te vragen aan je vrienden. Moet jij iets ondernemen? Is het te zwaar voor jou? Vraag hulp. Daarover gaat die kaart. Maar blijft wel je oog op de prijs houden. Hè? Je ziet hier ook een ballon. Je ziet daarin dat die persoon echt wel vooruit aan het kijken is. Waar die heen wenst te gaan. Ja? Dus hou die oog op de prijs. Ik heb ook de talisman. En dat gaat eigenlijk een beetje over hetzelfde. Dat is iemand die met een talisman of door zijn talisman begeleid wordt in zijn leven. Dus die kaart toont voor mij aan. Je ziet hier ook een geel pad. Toen je zou wel wat denken aan... Click your heels, Dorothy, zeker. Dat sprookje. Dus altijd, jouw pad wordt zelfs belicht door bepaalde talisman. Dus je kunt nu een talisman letterlijk zien in jouw hand, dat je iets vasthoudt. Maar jouw talisman is eigenlijk jouw binnenste, jouw ziel. Ja? En jouw ziel zal altijd tonen, jouw intuïtie zal tonen waar dat jij moet heen gaan. Dus blijf ook terug daar, eye on the prize houden. Het oog op je juiste pad houden. Je zal eigenlijk uit je intuïtie tenminste jezelf kunnen begeleiden. Mooi om mee te beginnen. Oké, ik neem het volgende deck erbij. Show me what we need to know, please, for Aries. For the next week, thank you. Anything else? Anything else, please? Thank you. Okie dokie, voilà. Ik heb focus. Dus dat is de derde bevestiging, hè. Focus. Laserfocus voor jou. Maar het is ook jouw planeet, hè? En die komt nu ook te samenstaan in jouw tiende huis. Dus jij zult echt wel heel veel actie willen ondernemen. En die focus zal laser sharp zijn, heel heel scherp zijn. Ik zit hier al in drie kaarten. Alle drie de kaarten tonen hier voor mij hetzelfde aan. Behoud je focus, vooruitgaan. En als je dit doet, dan geven de kaarten aan dat er heel veel blessings binnenkomen. Dus blessings is dat je echt wel ondersteund bent, waar dat jij je doelen op zet, dat echt wel die zaken zullen binnenkomen. Dus dat heeft ook te maken met manifesteren, met visualiseren. Het woordje manifesteren wordt vaak gebruikt, alom. Manifesteren is niet enkel denken, is ook doelgericht denken en dan ook implementeren. Achter je doel aangaan, manifesteren waar je naartoe wenst te gaan, het aanvoelen hoe dit eruit zal zien, hoe dit innerlijk voor jou zal voelen, de energie daarvan aan te voelen, en dan zult je dat aantrekken. En dan zult je aantrekken wat jij eigenlijk wenst. Dus blessings kunnen binnenkomen voor jou. Prachtige kaart. Dat is ook een kaart dat ik niet zoveel trek. Goed, we gaan die paar decks uit de weg leggen. Ik heb nog twee orakeldecks en dan gaan we over naar de tarotkaarten zelf. Ik heb hier nog mijn Moonology deck. Alright, show me what we need to know, please. For Aries. For the next week. The energies for the next week. Any general messages, please, for Aries. That is bad shuffling. Show me what we need to know, please, for Aries.
Thank you. Ik heb onderaan de deck heb ik communication is key. Dus communicatie zal belangrijk zijn ook, met betrekking tot jouw job wellicht. Hoe je communiceert. Die schaduwzijde nu van Mercury, Mercurius, die retrograde geweest is bijna over. Maar het is bijna over de 14e. Maar let toch nog maar steeds op hoe je communiceert. Ik heb hier ook meditate and contemplate en balance spirituality and practicality. Nu, dat vind ik een belangrijke voor jou. Een balans brengen tussen jouw spiritueel zijn en jouw praktisch zijn. Nu, ik vind jou bij uitstek, Ram, al een zeer praktisch teken. Je bent altijd actiegericht, vooruitgaan ook. Maar breng daar ook je spiritualiteit mee. Dus je spiritualiteit gaat over jouw intuïtie, hè, jouw buikgevoel ook. Jouw connecties die je maakt met bepaalde energieën, mensen. Alles rond jou, die spirituele wereld, die ongeziene wereld. Deze kaart vraagt om balans daarin te brengen. En dan heb ik nog meditate en contemplate. Ik had ook aangegeven astrologisch, zeker met de nieuwe maan. Sommige mensen kunnen wel voelen dat je wat moeier kunt zijn. Je hebt altijd met nieuwe maan en volle maan. Dus het kan zijn dat je wat rustelozer slaapt. Maar ook tijdens deze periode, als je nieuwe zaadjes implementeert, probeer wat tijd ook voor jezelf terug te nemen. Waarin dat je wel eventueel kunt mediteren, maar ook nadenken hoe je structureel bepaalde zaken wenst aan te brengen. En ik heb nog eens mijn kruiden Oracle deck bovengehaald. Dat is lang geleden. Maar ik vond het bij uitstek omdat het een nieuwe maan is. Je hebt ook al de bepaalde rituelen dat je kunt doen met de nieuwe maan. En kruiden zijn daaronder een van die zaken. Je kunt met kruiden bijvoorbeeld werken. Je kunt altijd op YouTube eens opzoeken welke kruiden je eventueel kan gebruiken. En dat dan op een kaars laten geuren bijvoorbeeld. Maar ik zal eens zien welke kaart wij hier nog uitkrijgen. Show me what we need to know please for Aries. Thank you. Dat was stel. Ik heb de moerasspira. Ik help je om balans te vinden. Terugbalans. Liefste Ram. Ik zal het eventjes lezen voor jullie. Dat is een van mijn enigste Vlaamse of Nederlandse kaarten. Balans je op een dun randje tussen leven en overleven. Maak dan een agenda volledig leeg. Neem tijd voor jezelf tot je weer op adem gekomen bent. En bepaal opnieuw je grenzen voor je weer verder gaat. Mooie boodschap voor die bepaalde rammen die er misschien wel een beetje doorzitten, die misschien wel wat moe zijn, want ik krijg hier wel wat, die laatste kaarten tonen mij wel aan dat je focus moet blijven horen, houden ook, en dat je wat tijd voor jezelf moet nemen, liefste ram. Maar ik heb wel het gevoel, astrologisch dan toch gezien, dat jij je terug je zinnen zult herzetten en dat je voor je doel zult blijven gaan. Goed, we gaan over naar de tarot zelf. Ik neem generaal wat kaarten. Ik vraag algemeen wat kaarten. Ik neem enkel jumpers en dan verklaar ik ze nog eens met een tweede deck. Alright, show me any general messages we need to know, please, for Aries. Thank you, Spirit. Show me what we need to know. Thank you. Thank you. Anything else? Anything else we need to know, please, for the next week for Aries. Thank you. Anything else? Thank you. Thank you. Oké, ik heb 5 kaarten. Onderaan de deck heb ik de Magician. De manifesteringsmodus. Jij hebt al de tools rond je om aan te trekken in jouw leven wat jij wenst. Ja, we beginnen met de zon. Prachtige kaart. De zon is beladen met positieve energie, met warmte. Alles waar de zon zich op schijnt, zal groeien. Nu, de zon staat ook in jouw 10e huis momenteel. Dus alles waar dat jij jouw zinnen op zet met betrekking tot jouw carrière zal belicht worden. Al jouw doelen worden belicht. Ik zie hier ook de Page of Cups. Dat is de page van liefde, maar het is ook de page van nieuwe liefde 1. Dus je kunt letterlijk zien als nieuwe liefde eventueel in jouw leven. Maar je kunt ook nieuwe liefde hebben voor een nieuw doel. Dus dat kan terug op de carrière komen, op je werk. Maar een nieuw doel dat je gelijk algemeen voor ogen hebt. Bij verklaring zal ik misschien wel meer zien wat we daar nog uit krijgen. Ik heb ook de Queen of Cups. Heel mooie kaart. Want de Queen of Cups zie ik als een gebalanceerde, emotionele vrouw, man, maakt niet uit, dat is genderneutraal. Maar die persoon, dat is echt mooie aarde-energie. En die persoon heeft ook veel liefde aan anderen, voor haar projecten,
vanuit haar buikgevoel, vanuit haar intuïtie, maar heeft ook veel liefde voor haarzelf. En dat is de belangrijkste die ik nu aan jullie wou meegeven met deze kaart. Liefde voor jezelf, liefde voor waar jij wenst heen te gaan. Ik heb ook de Justice kaart. Dat is een soort van een balanskaart, die toont wel aan dat jij ergens in een Rider-Waite-deck is dat één. Er zijn twee kaarten die je zwaard rechtop houden. En de zwaard toont aan dat er een einde is aan een hoofdstuk en dat er een nieuw hoofdstuk begint en een hoofdstuk terug met balans. Dus terug een kaart die aantoont voor jou om balans teweeg te brengen, gelijkwaar in je leven. En ook waar dat je beslissing inneemt. Ja, kijk, liefste Ram, ik heb de doodkaart. Wees niet bang van de doodkaart, want voor mij is dat een hele positieve kaart. Die toont aan dat er een nieuw begin zit aan te komen voor jou. De doodkaart is echt letterlijk, ik zeg het net, het einde van een hoofdstuk. Dat is de transformatiekaart, de rebirthkaart. En er komt een nieuw hoofdstuk voor jou aan. Dus er zit hier heel veel verandering aan te komen voor jou, waar dat jij met een bepaalde focus naartoe aan het gaan bent. En in manifestatiemodus ook nog eens. Ja, ik heb hier onderaan ook nog eens de Seven of Pentacles. Toont mij nog aan dat jij aan het werken bent aan iets. Goed, we gaan de kaarten verklaren. Clarify the sun, please. Clarify that sun. Thank you. Ik heb de Two of Cups. Oké. Okay. Liefste Ram, komt er liefde in jouw leven? Ja, als je de zon trekt en je trekt de Two of Cups erop, dan kan ik wel zeggen dat er een licht zal schijnen op een bepaalde partnership, unie, nieuwe liefde. Dat jullie alle twee evenveel aangetrokken zijn tot elkaar. Het kan zijn dat je een huwelijkvoorstel zelfs krijgt. Maar deze kaart toont echt wel aan dat er een sterke connectie is met iemand. Een heel mooie gebalanceerde connectie zelf, met evenveel respect voor elkaar. Dat is heel veel positieve energie. En dan heb ik nog eens de zon erop. Dus liefste Ram, heb jij iemand in jouw leven, heb net iemand tegengekomen, dan ga ik zeggen, ga daar maar voor. Want die kaarten toonden al aan mij aan dat de energie daar goed zit voor jullie. Ik krijg niet vaak, of mijn lezingen gaan niet bij uitstek over liefde, maar als dit naar boven komt, dan moet ik dit meegeven. En ik heb de Page of Cups er nog eens bij. Nieuwe liefde. Show me that Page of Cups, please. Ja, kijk. En de King of Cups erop. Dus terug die balans. Hè. Emotionele balans wordt er hier terug over gesproken. Dus waar er een nieuwe... Ik denk dat er ergens een nieuw pad voor jou open gaat. Waar dat jij emotioneel gelukkig kunt door worden. En neem gewoon als boodschap mee, is dat balans op jouw emotioneel zijnde wel heel belangrijk zal zijn. Balans, ik ga terug naar die balanskaart over spiritualiteit en praktische zaken. En heb jij tijd nodig om even wat rust in te implementeren, doe dit echt wel. Hè? Want ook daar, astrologisch kan ik dit zien, en hier een kaart die aangeeft... om toch even wat rust te nemen voor jouzelf. Hoeveel kaarten heb ik hier nu al over balans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaarten over balans. Dus het is duidelijk, hè? Wat hier aangegeven wordt voor jou, althans voor mij. Show me the Queen of Cups, please. Clarify the Queen of Cups. Clarify that Queen of Cups, please. Thank you. De Hangman. Maar hij flipte er omgekeerd uit. En nu ben ik even aan het nadenken en aan het zien wat ik aanvoel. Want hij ligt dus op de Queen of Cups. Die heel mooi gebalanceerde liefde, maar ik zie hier wel, deze combinatie gaat voor mij over controle. En ik had hier de King of Cups ook al. King of Cups heeft controle, is diplomatisch. Is een leidinggevend type. Maar de Hangman omgekeerd toont dat jij op bepaalde zaken geen controle hebt. Of dat je toch voelt dat je geen controle hebt. Want op de Queen of Cups, dat is gevoelsmatig.
En ik denk die controle, dat is dat, die praktische zijde van jou dat jij wenst aan te brengen. Dus ik denk dat jij daar echt wel een soort van een balans moet teweegbrengen over jouw emoties, hoe je zaken aanvoelt intuïtief en hoe zwaar je bepaalde zaken controle wenst over te hebben. Want sommige zaken moeten we gewoon ook loslaten en op die manier komt er terug controle in het leven. We kunnen niet continu alles controleren. Dus dit gaat daarover, dat je even die heranalyse moet maken voor jezelf. Speciaal. Show me the justice card, please. Clarify that justice card. Ik heb de Knight of Cups. Ik heb hier allemaal bijna cups voor jou. Dus allemaal emotiegebonden. Heel jouw lezing is emotiegebonden. Nu, liefste Ram, opnieuw. The Knight of Cups. Dat is, ik noem hem de ridder op het witte paard. Dat is een ridder die eraan zit te komen met heel veel liefde. Heel veel charme, charismatisch is. Die er ook niet slecht uitziet. Die kaart vraagt één en vooral dat je je hart moet volgen. Je creativiteit moet volgen. En hij ligt op de justice kaart. Dus er komt daar ergens voor mij een soort van een correctie. Maar opnieuw, de Knight of Cups toont terug balans aan. De nood naar balans wordt hier opnieuw terug benadrukt op twee kaarten. Dus de justice kaart vraagt het en de Knight of Cups vraagt het ook nog eens. Terug. Het is precies of ik mijn eigen herhaal, maar ik kan er niet aan doen. Het zijn de kaarten die het tegen mij vertellen. Die Knight of Cups zorgt er ook voor dat bepaalde zaken, ik zeg het, in balans blijven. En ik heb, dat is die controle terug die naar boven komt. Hè? Die controle om zaken continu in balans te houden. En daar overzicht over hebben. Ik denk dat dit nu zwaar aanwezig is bij jou in jouw leven. Maar alles, al de kaarten omdat cups zijn, vragen ze eigenlijk aan mij om tegen jou te zeggen dat je hart moet volgen, je intuïtie moet volgen. Okay. Last but not least, show me the death card, please. Clarify the death card. Clarify the death card. Thank you. Ik heb de Queen of Pentacles. Ja, mooi. Okay, we zijn er. Dat is ook terug. Dat is enorm praktische energie, de Queen of Pentacles. Op die doodkaart, op dit nieuwe begin. Dit toont voor mij aan. Dat jij financieel meer stabiliteit kan verwezenlijken. Dat die energie goed zit met dat nieuwe doel wat jij voor ogen hebt. Nu, die Queen of Pentacles, ik zeg, dat is gegronde energie. Dat is voedende energie. Vaak wordt hier ook gesproken over een single parent. Dus een alleenstaande, werkende moeder of vader. Maar die echt wel financiële balans in het leven aantrekt. Het is ook een kaart die ook wel spreekt over het moederlijke instinct dat je met je meedraagt. Dat kan mannelijk of dat kan als man of vrouw zijn. Hè. We hebben alle twee yin en yang, hebben we mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Maar deze kaart spreekt echt aan om terug uw vrouwelijke zijde aan te spreken, uw moederlijk instinct te laten spreken. Spreekt ook aan dat je heel veel ondersteuning rond jou hebt. En dan ga ik ook wel terug naar die eerste kaart ook. Hè. De rescue kaart. Beide, want daarmee ben ik begonnen. En hiermee sluit ik af. Beide kaarten tonen aan voor mij, de volledige cirkel, is dat je heel veel ondersteuning rond jou hebt. Je moet die gewoon aanspreken. Ja. Dus ik zie hier echt wel een heel mooi nieuw begin staan voor jou. Zolang dat jij je emoties en het praktische van jou, als je die balanceert, liefste Ram. Kijk, ik zal het hierbij laten. Ik hoop dat die boodschappen resoneerden voor jullie. Zo ja, dan mag je zeker de video liken en ook eventueel abonneren. Dan zal je zeker de volgende video's de komende weken niet missen. Voor nu zou ik zeggen, dank u wel om te kijken. En hopelijk hebben jullie een fijn weekend dat eraan zit te komen. En dan eventueel tot volgende keer. Dag, liefste Ram.